China en de opkomende wereldeconomie. De titels van de paragraaf veranderen. Het is nu niet meer in de tijd van puntje, puntje, puntje. Maar ja, de vraag die blijft nog steeds hetzelfde. Welke contacten waren tussen China en Europa, in dit geval de periode tussen 1500 en 1800, en hoe zag China eruit in die tijd? Ja, en we zijn de vorige video, de vorige paragraaf, zijn we geëindigd met die Ming-dynastie, die in 1436 besloot dat China zich helemaal op zichzelf moest richten, autarkisch moest gaan leven. China richtte zich naar binnen, terwijl Europa net klaar was om naar buiten te gaan, om de blik wat verder te richten. En ja, dan krijg je dus in de 15e eeuw krijg je dus een soort tegenstelling eigenlijk. Die Chinese Ming-dynastie, dat is dus een autarkie waarin men heel erg naar binnen gericht is. Chinezen was het dus verboden om het land te verlaten en buitenlanders werden dus slechts mondjesmaat toegestaan, eigenlijk alleen de buitenlanders uit die tribuutlanden. West-Europa daarentegen was juist begonnen aan een opbloei. Daar was sprake van een zogenaamde expansie, een uitbreiding. We zitten nu in de tijd van de ontdekkingsreizen. En dat pak ik er heel even bij, want die Europese expansie die zorgt voor het ontstaan van de wereldeconomie. En hier zien we een kaartje dat we al eerder gezien hebben in het gewone handboek. Al die Europese ontdekkingsreizigers, de Spanjaarden, de Portugezen, de Engelsen, de Fransen, de Nederlanders, die allemaal gebieden gaan veroveren over de hele wereld, om de redenen die daaronder staan eigenlijk. En ja, het is dus eigenlijk heel frappant om te zien dat net op het moment dat Europa klaar is om met de rest van de wereld te gaan handelen, China zich naar binnen toe keert. En ja, dat zorgt voor problemen, want ja, die Europeanen die willen toch wel graag handelen met China. En in 1517 wordt het de Portugezen toegestaan om de haven van Canton te bezoeken. Dit was geen heel groot succes, dit eerste contact tussen die Europese handelaren en de Chinezen. En ja, die Portugezen die kregen ook al heel snel eigenlijk een slechte naam bij de Chinezen. En ja, dus de handel die kwam nog niet echt op gang. Maar langzamerhand kwam er in China toch steeds meer vraag naar Europese producten zoals wapens, specerijen die de Europeanen uit Zuidoost-Azië haalden, en zilver. En dan zie je dus dat in de loop van de 16e eeuw er een toename van de handel tussen China en Europa plaatsvindt. Er gaan steeds meer Europese landen naar China toe, de Spanjaarden volgen, de Nederlanders, de Engelsen. En wat wel zo is, die Europeanen die mogen alleen maar aan de kust van China komen. Ze mogen het land niet in. En ze mogen aan de kust kleine factorijen stichten. En daar zie je zo'n factorij. Een factorij is eigenlijk een versterkte handelspost. En dan even schematisch de handelscontacten tussen Europa en China. Europa levert dus wapens, specerijen en zilver aan China. En China levert zijde, thee en porselein aan de Europese handelaar. De Europeanen die willen het liefst zoveel mogelijk handel met China drijven, want zijde, thee en porselein die zijn heel veel gevraagd in Europa. De Chinezen daarentegen hebben er helemaal niet zo'n behoefte aan. Zij willen de buitenlanders zoveel mogelijk uit China weghouden. Zij willen ze zoveel mogelijk buiten de deur houden. En de Europeanen en de Chinezen die hebben dus tegengestelde belangen. En dat wringt heel erg en dat leidt regelmatig tot kleine conflicten. En de Europeanen die krijgen dan ook nauwelijks toegang tot China. Zij mogen twee keer per jaar in die haven van Canton komen om daar te handelen, onder zeer strenge voorwaarden van de Chinezen. Uiteindelijk wordt die Ming-dynastie opgevolgd door de Qing-dynastie. En die Qing-dynastie dat is opnieuw een uitheemse dynastie. Ze komen uit Mantsjoerije en die Mantsjoes behoren dus niet tot het Chinese binnenrijk. Dus ze worden door de Chinezen uit het binnenrijk toch beschouwd als een soort barbaren. Wat zij doen is dat zij de Chinese cultuur heel sterk overnemen. Daar kijken zij tegenop en daarom nemen ze die cultuur over. Maar aan de andere kant maken ze de Chinezen ook duidelijk dat die Manchus de baas zijn. Want iedere Chinese man moet zich onderwerpen en dat moet hij doen door zijn voorhoofd kaal te scheren en een lange vlecht te laten groeien in de nek en bovendien een lange wijde jurk aan te trekken zoals je hem hier ziet. Dat was de mode van de Manchus en die moest nu door alle Chinezen worden opgevolgd. Die Qing-dynastie is ook meteen de laatste dynastie die in China aan de macht is en die is dus tot 1912 aan de macht. Er gebeurt onder die Qing-dynastie nog een heleboel in China, maar we richten ons nu weer even op Europa. Want in Europa, daar komt halverwege de 17e eeuw de wetenschappelijke revolutie echt opzetten. De Europeanen gaan op een steeds betere manier wetenschap bedrijven en dat leidt tot veel nieuwe grote ontdekkingen. En de Europese wetenschap ontwikkelt zich heel erg snel. En dan zie je dat de technologische voorsprong die China altijd had ten opzichte van Europa langzamerhand verdwijnt. Sterker nog,
De Europeanen krijgen langzamerhand een technologische voorsprong op China. En dat zal grote gevolgen hebben voor de verhoudingen tussen China en Europa in de rest van de geschiedenis. Een van de dingen die we zien gebeuren is dat het christendom in China blijft groeien. Met de komst van die handelaren komt ook het christendom steeds meer naar China toe. En bij die factorijen worden kerken gebouwd en er komen steeds meer katholieken aan de Chinese kust. Daarnaast krijgt de bovenlaag van de Chinese bevolking steeds meer bewondering voor de Europeanen, juist vanwege die toenemende wetenschappelijke kennis. En die Chinezen die worden dus eigenlijk overgehaald en die raken geïnteresseerd in de Europese leefwijze door die wetenschappelijke kennis en sommigen ervan bekeren zich dan ook tot het christendom. Aan de andere kant zijn er factoren die het christendom in China een beetje belemmeren eigenlijk. Die zet ik hier rechts even neer. Want dat christendom in China is toch een heel ander christendom dan dat de paus zich in Europa had voorgesteld. De Chinese christenen, de Europeanen ook, moeten zich aanpassen aan de Chinese taal en kleding. En dan krijg je dus zo'n bisschop zoals je hem daaronder ziet. En daarnaast is het aantal Chinezen dat zich bekeert tot het christendom uiteindelijk slechts zeer beperkt. En bovendien ontstaat er in het begin van de 18e eeuw een conflict tussen de paus en de keizer. En de Chinese keizer die vindt dan dat de paus niets over de Chinezen te zeggen had. En uiteindelijk verbiedt hij het christendom in 1721 in China. Alle katholieke missionarissen worden het land uitgegooid en het christendom wordt verboden. Maar de verhoudingen tussen China en Europa die zijn dus in ieder geval aan het veranderen. De Europeanen hebben nu een voet tussen de deur in China.